We gaan die GDPR richtlijn. Hoe gaan we daarmee in contact komen als gewone consument? Ja, de gewone consument die gaat vooral zien dat hij meer rechten heeft. De consument had bijna een accident. Dus dat betekent dat hij kan navragen welke data hebt u over mij. Hij wil daar zijn rechten op gelden. Hij wil die data inzien. Hij wil die data eventueel aanpassen. Je moet dat ook niet overdrijven. Er is zo iemand die geprobeerd heeft om zijn examenresultaten in zijn recht op verbetering na datum te verbeteren. Dat spreekt vanzelf dat dat niet echt, dat dat niet echt de bedoeling is. Dat mag niet. Nee. Dus we gaan nu massaal ons gebruikers of ons persoonsgegevens gaan opvragen bij Proximus en bij Telinet? Wel, we kunnen dat. Of we dat gaan doen, dat weet ik niet. Die groten die zijn er ook al heel veel mee bezig. Meestal hebben die al een portaal waar je niet alleen je persoonsgegevens ziet, maar ook je zogenaamde privacygegevens. Waardoor dat je dus een beetje à la Facebook, dat je kunt aangeven welke zaken je wel of niet eventueel wil toestaan. Dat je ook kunt zien als je toestemming gegeven hebt voor bepaalde verwerkingen. Welke je gegeven hebt, dat je die verwerkingen eventueel intrekt. Dat zijn zaken, de grote bedrijven op dat vlak, die zijn er in ieder geval redelijk goed mee bezig. Heeft Europa nu een job gecreëerd, de Data Protection Officer? Of Wel, de Data Protection Officer, daar is redelijk wat misverstand over. Dus Europa heeft een nood gecreëerd om aan dataprotectie te doen, om uw data op een degelijke manier te verwerken, om daar ook allerlei processen en tools voor in het leven te roepen. Nu, dat wordt niet door de DPO gedaan. Wat de DPO moet doen in een bedrijf, dat is consulteren, adviseren, informeren, nagaan welke zaken er zouden moeten gebeuren, maar zelf niks doen. Op het ogenblik dat de DPO, dus de Data Protection Officer binnen een bedrijf, dat zelf zou beginnen doen, dan gaat hij zelf zichzelf moeten controleren. Dat is expliciet verboden. Ja. Dus de DPO, vanaf 25 mei, die moet niks doen. Zijn handen in zijn zakken houden in een bedrijf en helemaal niks doen. Maar we hebben wel 1000 DPO's nodig. 1000 DPO's. Let op, niks doen, niks fysiek uitvoeren, maar wel meewerken aan die campagnes, zorgen dat de juiste dingen gebeuren binnen de bedrijven, zorgen dat de verwerking dat die inderdaad goed gebeurd is. Je mag ook niet vergeten, van waar komen we eigenlijk? We komen uit een oude wetgeving die niemand echt goed kende, maar de oude wetgeving kwam erop neer dat bijna niks echt toegelaten was en dat je alles moest vragen aan de privacycommissie. En de privacycommissie moest dat ook zo gezegd controleren en daarop toezien. Ja. De privacycommissie die kon dat natuurlijk niet, omdat dat een veel te grote job is. En eigenlijk is er op dat vlak de toezichthouder heeft ervoor gekozen om die auditfunctie naar de bedrijven toe te duwen. En dat is eigenlijk die rol van die DPO. Ah, dat is duidelijk. Merci. Oké, tot de volgende keer. Ik subscribe op het kanaal. Subscribe op ons kanaal. Daar druk op oké, daar ja. Van onder. Ja. Dat is heel belangrijk voor ons. Heel uw like-knop. Super belangrijk. Let op, zo'n like-knop in het vlak van de GDPR. Dat wil waarschijnlijk zeggen dat er iets aan vasthangt. Ja. En ook daar moeten we ons vragen bij stellen of daar wel de nodige consent voor gegeven is. Maar daar kunnen we de volgende keer over. Dus we moeten cookie-loos like share. Ze moeten vooral toestemming geven op het feit dat die cookies er zijn en wat die cookies zijn. Ja, dat gaan we doen. Merci. Tot ziens.